baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. En vanavond in de uitzending hier bij Link FM, Mike Ott, en helemaal bekend van de... Van The Voice of Holland. Mike! Hi, leuk dat je er bent, man. Hartstikke gaaf. Ja. Ik vind het leuk bedankt. Dat je er bent. Ja, ja, helemaal super. Helemaal super. We zaten allemaal natuurlijk bij die tv. Want ja, een lokale held. Hè, alle lokale helden. We hebben Afrojack. En ja, we hebben Mike. Hey. En we hebben Mike. Snap je waar ik naartoe wil? Eerst is Mike Ott. Ja. Wie is dat? Ja, waar dat woont is, je huis? Mijn huis woont... ik ben 20 jaar. Oké. Okay. Ik woon in Spijkenisse hier, in de Maaswijk. Okay. En daar woon ik al mijn hele leven. Ik ben er geboren. Dus ik ben een echte Spijkenisse. Echte Spijkenisse. Nou. Geweldig. En bij The Voice ineens. Dat was ook voor mij een complete verrassing. Dat is wel een hele grote stap, hoor. Mike, ja. Verkering, want we kregen nog vragen. Verkering? Ja. Je hebt al verkering. Oh, nou, dat meisje in Hellevoetsluis gaan we zwaar teleurstellen. Hij heeft al verkering. Helaas. Ik met de allerliefste, dus ja, dat is... Ja, hoe heet ze? Ze heet Anouk. Anouk, nou ja, weet je, hey. Als hij de naam al noemt, dan is hij al helemaal verliefd. Ja, nee. Absoluut waar. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. Times we get sick of love. Seems like we argue every day. I know I misbehaved and you've made your mistakes. And we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first. We'll make this thing work, but I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Because we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Take it slow. Hoe kom je er nou zo ineens bij? Hoe ik erbij kom? Nou, ik ben er niet bijgekomen. Dat was mijn oude wiskunde docent van de middelbare school die mij heeft opgegeven. Dus ik zat ergens... dit jaar zat ik in het buitenland en ik werd gebeld door iemand. En ik zeg van, joh, moet je luisteren, dit is best wel een duur gesprek. Zou je dat nou wel doen? En dat bleek dus iemand van The Voice te zijn. Oké. Okay. Of ik misschien wat wilde opsturen nog verder. En dat was opgegeven. Zijn nou nee, eigenlijk niet. Dat is natuurlijk... Ik had geen idee wat me overkwam. Ik denk, wie zit hierachter? En toen bleek het dus mijn oude wiskundedocent te zijn. Oh, wat gaaf, joh. Ja, en gewoon ontzettend gaaf. Tuurlijk zei ik ja en tuurlijk heb ik dingen opgestuurd. En toen kwam ik voor die stoelen terecht. Maar voordat je naar The Voice gaat van het iemand je opgeeft... Moet daar een reden voor zijn. Dus je zal ergens al een beetje met muziek bezig zijn geweest. Ja, nee, dat klopt absoluut. Ik ben vanaf mijn achtste... Ik heb een gitaar gekregen van mijn opa en oma. Opa en oma. Daar begint het, hè? Daar begint het mee. Ja. Het zijn altijd opa's en oma's. Ja. En daar heb ik een gitaar van gekregen op mijn achtste. Toen ben ik muziek gaan maken. En op een gegeven moment kreeg ik een boek van de Eagles. En met bladmuziek. En ben ik er ook bij gaan zingen, want er stonden de teksten bij. Vervelend ook, Eagles. Ja, vervelend, ja. Nee, maar dat ging ineens... Ja,
van een of andere moment kon ik ineens zingen of wat dan ook. Ja. En ja, dat oefen je natuurlijk jaren. Want ik heb gelezen, je hebt geen zangles gehad. Nee, echt totaal niet, nee. Okay. Ik heb nu eindelijk zangles. Ja. Bij Babette Labij, de Music Academy in Amsterdam. Ja. En dat is wel een goede stap geweest, want ik merk wel dat ik daar veel aan heb. Maar ja, daarvoor nooit zangles gehad. Ademhaling. Ja, bijvoorbeeld ademhaling. Maar zeg maar, dus met je achterste gitaar, opa en oma geven we de schuld. Nou prima, die hebben bij deze de schuld gekregen. Maar Je bent wel ook gelijk, daarna ben je ook in de band gaan spelen. Ja, ik ben vanaf mijn, volgens mij was ik net 15 of zo. En toen kwam ik Matthijs tegen, die hier naast me zit. En Juri en Ewan, toen de tijd, onze vorige bassist. En toen zijn we een bandje begonnen. Hoe heet dat bandje? Dat bandje heet nu Indigo Wings. Indigo Wings, ik zag het. Yes. Ja. En toen zijn we gewoon begonnen met spelen. We hebben ons opgegeven voor een talentenjacht, Fanatics. Tenminste, dat heeft diezelfde wiskundedocent gedaan. Oh, oké. Okay. En die talentenjacht wonnen we. En toen begon het balletje eigenlijk een beetje te rollen. Hoe heet die wiskundeleraar? Want die vindt dat wel leuk. Die wiskundeleraar heet Alex Heyanusa. Alex Heyanusa. Ja. Nou, Alex. Wij zijn fan van Alex. Ja, ook. Ja, nee, wij ook. Dus dat scheelt. No fairy tales, conclusion, y'all. Gets more confusing every day. Oh, sometimes it's heaven sent and we head back to hell again. Kiss and we make up on the way. I hang up, you go, we rise and we fall. We feel like just walking away. As our true love adventures, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Because we're ordinary people. Maybe we should take it slow. This time we take it slow. Wat nu? Ja, wat nu? Binnenkort de battles. De battles, hè? Ja. Ik heb gezien tegen wie je allemaal komt te staan. Goeie dag, schoon. My goodness. Ja, ik wil je niet zenuwachtig maken, Mike. Nee, dat doe ik ook niet. Ja, nee. Maar jeetje, wat zou ik zenuwachtig zijn? Ja, nee, ik ben ook ontzettend zenuwachtig. Het wordt... Hey, ben je gek, joh. Ik ga... De nuchtere mic op. Uit alle grote... Ja, mijn allerbeste beentje voorzetten. Ja. En alles eraan doen om gewoon nog een ronde verder te komen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ja, precies. Ja. Stel, hè. Ja. Even hypothetisch gezien. Je wint hem. Ja. Ja, ja. Hey. Zoals je nu hier zit, als je daar aangemeld bent door nota bene je wiskundeleraar. Ja. Hey, everything is possible. Hè? Ja, nou, maar ja, wat je net ook al zei, de concurrentie is zo ontzettend moordend. Ja. Dat ik daar eigenlijk nog geen fractie van een seconde van ben uitgegaan dat ik überhaupt de finale haal. Dus dat ik hem win, ja, dat. Het zou wel een voor mij. Dan gaan we hier in de studio zitten en worden we dronken met z'n allen. Ja, absoluut. Daar trekken we zeker de fles open. Ja. Als dat gebeurt, dan. Die staat, hè? Hey, die staat in zijn belt, hè? Nee, dan gaat het echt goed los, ja. Nee, maar goed, weet je. Ik vind het sowieso hartstikke gaaf dat iemand vanuit Van Spijkenisse even met een lekker liedje en gewoon stoelen draaien. En door naar de volgende ronde, weet je wel. We hebben gezien wat er allemaal bij zit. Ik kan even niet op al die namen komen, want ik ben heel slecht in naam. Ja. De grote favoriet, denk ik, toch Dwight Dissels. Ja. Die echt ontzettend goed is. Ja. Ik heb hem ook natuurlijk gehoord. En, er was ook nog een dametje, die zong de nummer No.
Ja. Met dat witte haar. Ja, Khadija. Goeiedag. Ja, die is ook zo goed. Ook ja. Goed, ja, ze zijn allemaal goed. Maar Mike, zo praten mensen ook over jou. Hoe goed je bent. Ja, dat hoop ik dan absoluut. Maar. Nee, het is gewoon zo. And when you're weak, I'll be strong. When you feel like hope is gone. Run into my arms, I'm only one. Call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one. Call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing.